als het goed is, kent iedereen de volgende situatie. Je staat een beetje te chillen op het perron. En je denkt in één keer, mon dieu, ik heb nog niet ingecheckt. Dan zijn er twee dingen die je kunt doen. Je kunt zwart rijden, maar dat mag niet. Dus dat adviseer ik niet. Maar je kunt ook als een haas naar het dichtstbijzijnde poortje rennen. En alsnog inchecken. Nou zie ik u een beetje verbaasd kijken, meneer Philips, van ja, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Nou, dat zal ik even uitleggen. Wat dus is gebeurd, is dus dat je op het perron staat en nog niet hebt ingecheckt. En je denkt, ik ren snel even naar het poortje toe om in te checken. Maar je checkt aan de verkeerde kant in, waardoor je uitcheckt. En twee keer uitchecken betekent 10 euro afschrijven. En als je dat niet in de gaten hebt, dan stap je dus in de trein, niet alleen zonder geldig vervoersbewijs, maar ook terwijl je 10 euro betaalt, zonder dat je ook maar een millimeter beweegt. Dus, wat er eigenlijk is gebeurd, is dat het hele systeem is gebaseerd op die poortjes die open en dicht moeten gaan. Maar zolang die poortjes er niet zijn, kan het er zomaar zijn dat jij heel vaak 10 euro moet betalen, terwijl je niet reist. Kijk, 14 februari, hier, 10 euro. Dus met een of andere reden heb ik 1, 2, 3, 4 keer uitgecheckt, zonder in te checken. Het zou eigenlijk niet mogen kunnen, hè?